Keil Albers. Goedemiddag. Welkom op het jachthuis. Dankjewel. Ja. Voordat we gaan praten heb ik één korte vraag voor je. Kan jij in procenten uitdrukken... hoe groot de kans is dat jij terugkeert naar Vitesse? Ik denk dat dat een percentage uitdrukken moet je nooit, want dan gaat iedereen daar weer een eigen verhaal over maken. Maar ik denk dat dat een gepasseerd station is. Ik heb het heel lang nagestreefd met een aantal serieuze partijen. De club is inmiddels eigendom van een eigenaar. Dus ik denk dat dat een gepasseerd station is. Zullen we naar binnen gaan? Gaan we doen. Toen ik hier was, ik denk een jaar of 12 was, Vitesse tegen de Graafschap. Nou, ik stond dan op de staantribune. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk niet meer weg te slaan geweest. De enigen die het recht hebben om Gelderdoom te openen, dat bent u. Vitesse is een club die uniek is, die jullie groot hebben gemaakt. En die voortgang, die opkomst van een topclub in wording, die mag niet worden afgebroken. Want het gaat maar om één ding en dat is om Vitesse. Ja! Het blijft een enorm gebouw, hè? Mooi, hè? Ja, toch een grappige gedachte. Dat zonder jou had het er gewoon niet gestaan, hè? Nee, ik denk dat ik wel een letterlijke vergoeding een steentje heb bijgedragen, ja. Ja, ja. Fascineert je dat zelf af en toe nog wel eens? Als je er langs rijdt? Eigenlijk niet zo. Je kijkt meer naar de dingen die eigenlijk nog hadden moeten gebeuren... of die nog moeten gebeuren... dan dat je vervolgens zegt van het is mooi wat er staat. 12 jaar geleden, of inmiddels al 13 jaar geleden, is het geopend. Ja, en sinds die tijd is er niet zoveel veranderd. En stilstand is achteruitgang. Dus dat is iets wat door mijn gedachten dan heen schieten. Rust? Goed weer, ja. Hallo. Ik kan altijd maar aan één kant. Morgen. Ja. Ik moest even met jullie meelopen, begrijp ik. Nou ja, van ons hoeft het niet. Nee, wij hoeven niet mee te lopen. Nee. De vorige keer kreeg ik de sleutel. Maar ja, ik denk dat ze bang zijn dat ik hem niet meer teruggeef of zo. Maar... Is dat het is? Ja, ja, denk het ook. Zo. Ik heb elke keer wel weer het gevoel dat het heel groot is. Dat is het ook. Heb jij ook niet? Ja, is het ook. Elke keer zie je kom eens kijken, man. Wat ja, het is gigantisch. Kan jij trouwens gewoon heel simpel uitleggen waarom een club, als die in de Eredivisie wil spelen, zoiets nodig heeft? Nou geef ik toe, Monnikenhuizen was niet veel zaaks. Maar waarom moet het zo enorm zijn? Kun je dat uitleggen? Nou, wat hier natuurlijk speelt is de overdektheid en de multifunctionaliteit. En dat is wat we toen de tijd heel duidelijk onderkenden en wat nu inmiddels iedereen wel duidelijk is. Dat is dat een betaald voetbalbedrijf alleen van het voetbal niet kan bedrijven in een klein land als Nederland. Maar goed, de hele basisfilosofie toen de tijd die we hadden van alles in één hand. Ja. En vervolgens ook zorgen dat die inkomsten uit verschillende hoeken het voetbalbedrijf ten goede komen. Ja, die basisfilosofie is natuurlijk helemaal uit elkaar gespeeld. Want we hebben hier te maken met 5 verschillende bedrijven, met 4 of 5 totaal verschillende belangen. Waarbij eigenlijk de initiator van het hele gebeuren, namelijk het voetbalbedrijf, want zonder Vitesse was dit nooit gekomen. Ja, die staat gewoon eigenlijk aan de zijlijn. Ja. Dat was de bedoeling niet. Eigenlijk had Vitesse gewoon aan dit gebouw aan alle kanten moeten verdienen. Exact. Karel, in 1984 word je voorzitter van Vitesse. Wat voor club trof jij aan? Hè? Het was een club die het moeilijk had. Er kwamen, geloof ik, 1000 man hooguit kijken. Had je toen al meteen van die grote plannen eigenlijk voor Vitesse? Nee, toen... Het is altijd natuurlijk... Ah, ik was toen geloof ik 33 of 34 of zo. Dan ben je ambitieus, dan ben je enthousiast. Het is jouw club. Enfin, dat is een soort veredeld jongensboek wat dan in vervulling gaat.
En toen waren er helemaal nog geen plannen. Toen was alleen eigenlijk de focus gericht op van hoe houden we in vredesnaam die club overeind. Ja. Moraal van het verhaal is eerst een achterban creëren. Eerst weer sympathie, eerst weer vertrouwen van daaruit. Afspraken maken die vervolgens ook nakomen. Want natuurlijk, je wordt razendsnel afgeschoten als dat niet zo is. Mm-hmm. Ja, en dan stap voor stap bouw je dat op. Mm-hmm. En we hadden niks. Helemaal niks. Geen scouting, geen jeugd. Heb je het gevoel dat jij in die tijd eigenlijk gewoon heel Vitesse weer opnieuw hebt gereshaped, opnieuw gevormd hebt? Ja, ik had een bestuur met een aantal zeer gerespecteerde, fantastische mensen. Vijfmans bestuur. En die lieten die jonge hond van de voorzitter met alle steun de ruimte. Dan is het in elke situatie zo dat, vooral in een pioniersfase, ja, dan ben je de keeper, de spits, de materiaalverzorger en de kantinebaas bij wijze van spreken tegelijk. Ja, dat is zo. Buitengewoon dynamische man. Een man die nooit chagrijnig is. Althans, in mijn buurt is hij nog nooit chagrijnig geweest. Een man die leeft in de toekomst en niet in het verleden. Een goed mens. Een warm mens. Een goede zakenman. En een meer dan goed bestuurder. Karel is een bevlogen man. Een doelgericht iemand. Integer, eerlijk. En een man met visie. Bijzonder charismatisch, creatief en amabel persoon die ook een heel groot en goed zakelijk instinct had en heeft. Ik denk dat iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, daarin neemt Karel Albers een belangrijke plaats. Ja, hij leukt de dingen ook wel eens een beetje op. Zet ze net iets mooier neer dan ze zijn. Maar dat maakt ook het leven leuk, natuurlijk. Hè? Hij heeft echt oog voor de samenleving om hem heen. En wil zijn invloed waar hij heeft toch graag aanwenden om daar iets in te kunnen betekenen. En dat is een kant die veel mensen niet van hem kennen. Maar die is er wel degelijk. Hij had dus enorme populariteit bij de supporters. En dat zegt vaak veel over de mens die in zo'n directeur van zo'n voetbalclub schuilt. Hij had zijn dromen. Hij had zijn ambities. En als hij dan eenmaal iets in zijn kop gezet had, dan ging hij er ook voor. En dat ging werkelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is een zeer mediageniek persoon. Er zijn maar weinig mensen die ik in mijn loopbaan ben tegengekomen die absoluut geen mediatraining behoeven. En de heer Albers is er één van. We lopen in Velp, waar je dan geboren bent, maar je bent hier ook opgegroeid. Ja. Wanneer werd bij jou het voetballertje wakker? Wat ik me realiseer is, toen ik een jaar of 6 was of zo, dat ik met mijn vader voor de eerste keer eerst naar VVO ben gegaan. Ja. Hier in Velp. En daarna in datzelfde jaar een keer naar Vitesse. Dat is wat ik me kan herinneren. Maar ik weet ook nog dat ik van jongs af aan altijd aan het voetballen was. Zoals iedereen op schoolpleintjes en toestanden voetballen. En nog een beetje behoorlijk? Of, Ik vond dat ik een geniale voetballer was. Maar ja, ik was helaas de enige die dat vond. Ben je op voetballen geweest? Nee, ik heb... mijn vader heeft... Die heeft altijd gevoetbald. Die was keeper. Ja. En die heeft ooit een keer is hij met zijn hoofd tegen een doelpaal aangedoken. En daar heeft hij zijn hele leven lang chronische hoofdpijnen van gehad. Dus hij vond dat zijn oudste zoon beschermd moest worden voor die ellende. Maar jij mocht dus eigenlijk niet eens voetballen? Nee. Hij wilde... Baal je daarvan? Kan je herinneren dat je zei, pa, kom op. Ik ben niet van plan tegen die paal aan te duiken. Natuurlijk vond ik dat. Alleen ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nu 3 kleinzoontjes. En ik betrap mezelf er nu op hoe soms overdreven voorzichtig je bent met in dit geval mijn kleinzoons. Wat heeft je vader nog meegemaakt van Gelderdom? Niets. Hij is overleden in 1984. En mijn vader had het vermogen om mij alle ruimte te geven die ik me ook maar zocht. En die zocht ik, dat kan ik je verzekeren, op alle gebieden. Maar toch altijd had ik het gevoel dat hij ergens in zo'n onzichtbaar lijntje me vasthield. Dat als ik te dicht in de buurt van het ravijn kwam, dat hij dan even terugtrok. Dus, heb je hem daarin gemist dan? Ja, later. Ja, zeker. Maar zelfs toen je een hele grote Karel was? Nog steeds elke dag. En ik ben ook... Maar in welke zin mis je hem dan? Dat
klankborden, ja, raadvragen. Ik ben ook mijn hele leven lang daarna, nadat hij overleden is. En ja, dat gebeurt dan in, dus iedereen heeft dat op zijn manier meegemaakt, in zo'n roes. En ik had een fantastische relatie met hem. En daarna ben ik constant op zoek gegaan naar mensen waar ik raad kon vragen. Er waren bijna ook altijd oudere mensen. En natuurlijk ben je dan met je eigenwijzigheid wel zodanig dat je dat dan weer voor jezelf vertaalt. Maar altijd, ik heb geen beslissing in mijn leven genomen zonder dat ik niet dat ergens op de een of andere manier getoetst heb. Ja, en dat zit nog steeds in me. Heel belangrijk in het hele verhaal is natuurlijk Nuon. Nuon was zeer betrokken bij Vitesse. Had je Vitesse als organisatie, Nuon als organisatie. Maar wat je ook zag natuurlijk, dat was jij, Karel Albers en Top Swellheim. De man van Nuon. En als je jullie naast elkaar ziet, dan lijken jullie veel op elkaar. Jullie hebben veel gemeen, denk ik. Hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Jullie hebben op zich een eenvoudige kom af. Jullie hebben je opgewerkt tot een bepaald niveau. En wat jullie allebei hadden, jullie waren allebei visionair. Jij wilde iets groots maken van Vitesse. Je wilde daar een Gelderdoom neerzetten. Top Swellheim die wilde met Nuon, toen uiteindelijk nog een provinciale energiemaatschappij, zelfs naar het buitenland zo nodig. Schepte dat een hele bijzondere band tussen jullie? We zijn in die periode, zijn we heel, nou ja, wat het woord vriend moet je altijd voorzichtig mee zijn. Nee, maar we zijn heel dicht tegen elkaar aangegroeid, ja. Tot het eind toe? Want op een gegeven moment heeft Nuon de stekker eruit getrokken. En Top Swellheim min of meer teruggevloten en gezegd van ja, nou is het wel welletjes. Wat bij mij duidelijk op mijn harde schijf staat, is dat er een nieuwe Nuon kwam. Dat er een nieuwe raad van commissarissen was. En dat vervolgens in de eerste vergadering van die nieuwe raad van commissarissen met Nuon, met Swellheim in dit geval, er een discussie ging ontstaan over van willen wij eigenlijk wel dat als we wat willen, moeten we eigenlijk een club als Ajax, PSV, Feyenoord hebben en niet een of ander provinciaal clubje. En Swellheim heeft dat dus nu over de bühne gekregen. En wat ik hem verwijt, is dat hij me dat risico niet van tevoren goed in beeld had gebracht. Omdat heeft hij nooit verteld van, jongens, er gaat iets veranderen, hou er rekening mee. Nee, natuurlijk heeft hij wel gezegd, er gaat iets veranderen. Maar de commitment was een commitment. Maar durf jij zo ver te gaan dat je zegt, voor mij kwam het als een donderslag bij heldere hemel, ja. Dat Nuon zich terugtrok? Ja. Dat heb jij niet zien aankomen? Geen moment zien aankomen. Ging het toen echt heel hard, toen dat misging? Ik werd geconfronteerd met een vergadering van ons complete managementteam, directieteam dus, raad van toezicht en vertegenwoordigers van Nuon, met de advocaten erbij. En daar bleken de eisen 180 graden anders waren gesteld. En toen heb ik gezegd van dat accepteer ik niet. Vervolgens zat mijn advocaat aan de tafel. Die zegt van Karel, dit is discussieloos. Morgen naar de kortgedingrechter en je hebt alle gelijk van de wereld. En toen liet mijn bestuur me vallen. En toen bleek dat er achter mijn rug om een voorbereidingsproces was gedaan. Waarop iedereen uiteindelijk zich achter mij de aanval inzette. En mij geen keus liet. Had jij niet heel erg toen het gevoel dat je ineens de regie kwijt was? Natuurlijk maakte ik me daar in eerste instantie wel zorgen over. Want ik heb een aantal keren gezegd van ja jongens, dan gaan we op zoek naar een alternatief. En toen heb ik s'avonds gezegd van ik geloof dit niet. Ik bel Jan Terlouw, dat is degene waar ik heel veel vertrouwen in heb. Als een absoluut onpartijdige persoon. Toen had ik de pech dat ik zijn vrouw gebeld heb. En toen was Jan Terlouw, zoals hij altijd elke maandag deed. En dan ging hij met zijn openbaar vervoer naar Den Haag. Want hij zat in de Eerste Kamer, dus ik kon hem niet bereiken. En toen zei mijn eigen advocaat, die zei van ja, maar je hoeft je helemaal niet te bellen. Want Jan Terlouw is het overal mee eens. En toen brak er bij mij iets. Ze zegt van nou, als dat het geval is, als die ik zo hoog heb zitten, zo objectief, als die vervolgens ook zegt dat ik weg moet, dan zet ik een handtekening en wil ik er niks meer mee te maken hebben. Is dat voor jou een breekpunt geweest? Ja. En toen bleek de volgende dag dat Jan Terlouw van niks wist. Dat hij hals over de kop teruggekomen is naar Arnhem om te redden wat er te redden was. Maar ja, goed, was het verhaal al. Dus het hele spel is achter mijn rug omgespeeld. Mm. Maar ook achter de rug om van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Je hebt letterlijk, je hebt echt je handtekening ergens onder moeten zetten. Ja. Kan je je hand nog zien gaan in gedachten? Nee. Hoe kwam je thuis trouwens? Want daar wisten ze van niks, denk ik. Als jij zo ontzettend verknocht bent aan zo'n club, dan kan je dat niet zakelijk bekijken dat je aan de kant bent gezet. Want je zegt het zelf, je bent aan de kant gezet. Is ook zo. En kijk, wat je moet je beledigd hebben gevoeld?
Ik voelde me beledigd. Ik geloofde de wereld niet meer. Ik kon me niet voorstellen. Alle elementen die je wellicht kunt voorstellen in zo'n situatie. Maar wat er dus nooit had mogen gebeuren, is dat het advocatenkantoor waar ik zat en wat mij adviseerde, die had op dat moment nooit mij mogen forceren om een beslissing te nemen. Die had op dat moment moeten zeggen van, oké, dat is dan het verhaal. Nu nemen we afstand. Nu laten we dat even een paar dagen bezinken en dan komen we er wel op terug. Maar dat is niet gebeurd. Dat is dus niet gebeurd. Mm. En achteraf heeft men nogmaals daar wel een boete voor moeten betalen. Maar ja, daar schiet ik op dat moment natuurlijk niks meer op. Nee. Even wachten tot ze weer dicht gaan en dan gaat deze weer open. Kijk, ja. Prachtig, prachtig. Zit er nog een beetje een juwelier in jou eigenlijk? We zijn hier in de zaak van je broer in Velp. Ja. Nou, ja, ik moet je zeggen, er zit natuurlijk nog wel heel veel liefde voor het vak. Het grappige is, toen jij nam op een gegeven moment de twee zaken van je vader over. Hè? Ja, in Dieren en in Velp. En ja. Binnen hoeveel jaar had je er uitgebreid tot 7? Dat was heel snel. Ja, een jaar of 5, 6, 7. Toen was je volgens mij net 30, 31, 32 of zoiets ergens. Ja. Is dat onrust? Is dat expansiedrang? Is dat, Ja, expansiedrang zit er natuurlijk bij. Er zal ook ongetwijfeld een stukje onrust bij zitten. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat ik altijd het gevoel gehad wilde hebben dat ik mijn ei kwijt kon. En als ik ideeën heb of wat dan ook, dan moet je die op de een of andere manier kwijt kunnen. Anders dan ga je zo'n verzuringsgraad krijgen. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad. Het handelsinstinct, heb je dat hier wel een beetje geleerd? Nou, wat ik vooral hier geleerd heb, is zorgvuldig omgaan met je relaties. En met je klanten, in dit met geval. Je klanten, ja. En dat is de rode draad die ik heb meegekregen in het familiebedrijf, zeg maar. En die heb ik nog steeds. En was je er goed in? Ik denk dat ik er goed in was, maar mijn broer is nog veel beter in. Dat zie je wel. Kunnen we hier even naar binnen? Ik vind het zo leuk eruit zien. Ja. Waar ben je naartoe, naar het atelier? Ja, vind ik wel leuk. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld briljantjes liggen. Ja. Ja, die worden dan. Ik kon dan vroeger bijvoorbeeld in een ring maakten we een zetting, maakten we klaar. En dan gingen we die diamantjes en briljantjes gingen we inzetten. Ja, dat is uren werk. En dat is echt priegelwerk. En als ik dat nou zou moeten doen, dan denk ik na 5 minuten van neem het even over. Nee, maar is dat dan een soort ongedurigheid of zo? Want vroeger kon je het wel. Want je hebt hier gewerkt, je hebt dat soort dingen gedaan. Ja, maar ik denk dat het ongedurigheid is. Maar ik denk ook dat het is je scope verleggen. Als je denkt in getallen, in nummers van 100, dan is het soms heel moeilijk om je te concentreren op een getal van 1. Als je gewend bent om te denken. Ik past dat niet meer in de dynamiek van jouw leven, is dat het? Dat denk ik, ja. Mag ik even vragen hoe jouw horloge eruit ziet? Is dat iets bijzonders nou? Dat is een gouden Cartier van mijn broer, zegt. Die draag je nu al 25 jaar. Het wordt tijd dat je eens een keer een ander horloge koopt. Ja, graag. Waarop ik zeg, ja, maar is dat dan goed? Kan je wel genieten van de luxe die je zelf verdiend hebt? Jazeker. Als je realiseert welke mooie dingen er zijn en je zegt daar dank je wel voor. Ja, dan ben je als mens denk ik. En dat is iets waarvan je zegt, nou, dat is inderdaad in de latere leven. Is dat echt een beetje gekomen? Ik denk dat het er altijd gezeten heeft, maar dat het in het latere leven een belangrijke positie of meer voor in de computer in je hersenen. Ik heb ook zoiets dat ik denk van ja, ik was laatst aan het onderhandelen in Moskou en dat ging redelijk hard. En toen zei degene waar ik mee zat te praten, en dat was een van de leidende mensen, hij zei van ja, maar jij wilt toch ook veel geld verdienen? En dan zei ik, ik wil niet veel geld verdienen en ik wil niet weinig geld verdienen. Weet je wat ik wil? Ik wil een goed mens zijn. En toen was het een paar minuten stil. Maar de volgende dag kreeg ik dat terug als van, ik heb erover na zitten denken en je hebt eigenlijk helemaal gelijk. En daar geloof ik dus heilig in. Als jij een goed mens bent, je doet met passie de dingen, maak je heel veel fouten, zoals ieder mens fouten maakt. Maar dan uiteindelijk is de resultante iets wat zich ook vertaalt in positieve dingen in je omgeving. Dat kunnen materiële dingen zijn, maar het zijn ook heel veel immateriële dingen. En wat ik laat ik het voorzichtig zeggen, het onzuiveren in dat verhaal vond. Daarna dus, is dat men dan niet gezegd heeft van oké, we hebben een verkeerde beslissing genomen of de beslissing is definitief. Nee, men heeft geprobeerd mijn populariteit te breken door mij van alles en nog wat van te beschuldigen.
En dat is natuurlijk een bijna Kafka-achtig proces, wat ik vind dat je mensen niet aandoet. Als je zegt Kafka-achtig proces, dan bedoel je ermee dat er dingen over jou verteld werden die voor je het wist werden aangenomen terwijl jij er weinig tegenin kon brengen? Niks. De wereld om je heen veranderde, leek het? Het leek niet zo, maar dat was gewoon zo. Ja. En daar kun je als eenling je er gewoon niet tegen verdedigen. Dus ik ben heel snel in het proces gekomen van het is vervelend, het is afschuwelijk, het is onterecht. Maar je komt terug. Maar je komt terug, ja. Ja, en dat lukte niet. En dat lukte niet. Daar ben ik tot anderhalf, twee jaar, nou, een jaar of tweeënhalf geleden ben ik daarmee bezig geweest. Al kom je met 100 miljoen in je zak, kom je aan. Die mensen die jou weg hebben gestuurd, die willen jou gewoon niet terug, stel ik me zo voor. Ja, alleen, kijk, dat klopt, dat is natuurlijk ook wel gebleken. Ja, dat is gebleken. Waarom dacht jij dat ze dan wel door de bocht wilden? Omdat ze hadden je er net uitgehoord. Omdat ik ervan overtuigd was dat er grote financiële problemen waren bij de club. Wat dus ook vrij snel naar buiten kwam. En dat iedereen die er zat, of althans het grootste gedeelte van de mensen die er zaten, dat die het belang van de club voor ogen hadden en niet het belang van personen. En het gaat mij altijd om de belang van de zaak, nooit het belang van de personen. Achteraf gezien, hè, want we kunnen nu, dat is het voordeel, we zijn nu een dikke 10 jaar verder, ja. We kunnen lekker eens terugkijken. Is dat naïef van je geweest? Ja, dat denk ik al, ja. Als ik nu terugkijk, dan hadden we op het moment van de overgang Monnikenhuizen naar Gelderdoom, hadden we op een hele nette manier afscheid moeten nemen van die vrije tijdsbestuurders. Die hadden een eredoctoraat Huppeldepup moeten krijgen, die hadden een gouden seat moeten krijgen, die hadden, maakt me allemaal niet uit wat. Maar die hadden letterlijk en figuurlijk afstand moeten nemen van het management en het runnen en de directie van het team. Zoals iemand met het kwaliteitsniveau als Jan Terlouw probleemloos kon. Die kon op afstand sturen. Zwellheim had dat ook gekund. Die deed dat ook in die periode. Behalve dan dat er andere belangen een rol spelen. Maar zo'n vrijtijdsbestuur heeft jou laten struikelen. Ja. Hij kan ook sociaal wat onbeholpen opereren. En dat heeft denk ik te maken met zijn enorme gedrevenheid. Zijn doelgerichtheid is dan ook heel streng voor zichzelf. En vergeet dan wel eens dat je mensen in processen die je probeert te bewerkstelligen mee moet nemen. Is het altijd makkelijk om met hem te werken? Nee, het is niet zo makkelijk. Zo'n soort man die vergeet soms wel eens om je in te lichten. Toen ik president-commissaris was van Gelderdoom en hij ook in het bestuur zat, dan deed hij dingen. Toen zei ik, Karel, daar had je me even moeten zeggen. Ontspannen kan af en toe ook heel nuttig zijn. Maar dat komt altijd wat minder aan bod. Die gedrevenheid die bepaalt de hele figuur Adels. Nog altijd overkomt het me wel dat als iemand zegt, hoe kun jij nou bevriend zijn met Karel Adels, want die deugt toch niet? Zeg, hoezo deugt die niet? Kom op met je feiten en bewijzen. En dat ergert mij, geloof ik, haast nog meer dan hem. Ja, daar is hij jaren mee bezig geweest. En als je heel diep in zijn hart kijkt, zit het hem nog steeds natuurlijk niet lekker. Maar goed, inmiddels zijn we 10-11 jaar verder. Het is leefbaar. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt dat als je zoiets overkomt, dat heel moeilijk te verhapstukken is. Hallo, alles goed? Alles klaar. Heel helemaal goed. Zorg jullie dat het lekker groen blijft? Zo is dat, ja, moet wel, hè? Ja, helemaal goed. Architect had daar kleuren gemaakt die precies de kleuren waren van NEC. Dus ja. En dan zit je met je supporters om tafel. En de eerste die kijken dus ook weer op een andere manier naar het glas. En jij bent bezig met je bouwen en toestanden. Ja, ja, ja. En die zeggen, ja, dat kan die kleuren van NEC. Dus hup, eruit. Ja. Maar er is nog iets anders. Die supporter heeft echt het gevoel dat hij erbij betrokken is. Ja. Die zeggen onder elkaar, niet te geloven, die achterlijke Albers, verkeerde kleuren, kan die eikel dat nou doen? Waar, en wij hebben hem gered voor de ellende, weet je? Dus je krijgt family-verwevenheid, snap je wat ik bedoel? Ja. Het is niet mijn gebouw, het is hun gebouw. We moeten toch nog één ander dieptepunt een beetje in jouw leven de revue laten passeren. Dat was toen jij werd gearresteerd. Ja. En beschuldigd werd, dat was misschien, nou dat moet je zelf maar zeggen, wat er erger was. De arrestatie of de beschuldiging dat jij de tent had opgelicht? Die arrestatie op dat moment, dat is, ik zeg de heer, ik weet nog dat de heren binnenkwamen en ik ga zitten. Ik zeg, nou neem een kop koffie, wat komen jullie doen? Ik bedoel, volgens mij is er hier sprake van een misverstand. Totaal ongeloof, totale ongeloof wat daar gebeurde.
En toen zat daar een officier van justitie. En die zei tegen de rechtercommissaris... ja, maar ik kan niet alles zeggen, maar er is hier sprake van staatsbelang. Staatsbelang, waar gaat dit over? En later is dat natuurlijk allemaal gecorrigeerd. En dat heeft 5 jaar geduurd voordat alle totale onzin weggehaald was. Maar ja, daar had ik iets van, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? En waar ik mee geconfronteerd ben... Ik zat daar in dat hok, want ik noem het maar een hok. En ik geloofde niet meer. Er gingen mensen mij vertellen dat het water ging branden. Dus alles wat je hele leven gehoord en geloofd en meegekregen hebt... als moraal enzovoort enzovoort en waarden en normen... dat alles werd ter discussie gesteld. Nou, dan heb ik dan het geluk. Ik ben een gelovig mens. Dus dat heeft mij absoluut overeind gehouden. Maar anders ga je eronder door. En toen zei ik later tegen mijn advocaten... hoe kan dat nou toch zo dat ik me dat dan zo heb aangetrokken? Hij zegt van ja, kijk, iemand die schuldig is... en die weet in zijn ziel dat hij schuldig is, die daar vervolgens zit... die gaat daar heel anders mee om. Als jij vervolgens ervan overtuigd bent dat jij niet schuldig bent... dan is dat voor jou een proces wat je niet kunt plaatsen. Waar zat jij? Ik heb eerst in het politiebureau gezeten in Arnhem. Dat was niet zo vervelend, want er waren heel veel Vitesse-supporters. En toen ben ik op een gegeven moment zelfs nog een keer naar... de Bijlmerbasis overgebracht. En toen deed ik het raam open en toen keek ik uit op de hoofdingang van Nuon. Toeval bestaat niet in dit leven, nee. Zeg ik dan maar. Gebeurt er dan nog iets met jezelf? Dat je helemaal in jezelf gekeerd raakt of zo? Want jij met niemand praten wordt toch lastig, of niet? Nou, mijn advocaten kwamen regelmatig. Maar ja, af en toe, je moet ook de humor ervan inzien, weet je. Op dat moment? Ja, natuurlijk. Als je een dag zonder humor... Als je niet je weet relativeren, als je in de moeilijkste situaties van het leven... vervolgens niet af en toe een keer een glimlach weet te reden, ja, dan leef je niet meer. Heeft het je toch schade gedaan? Psychisch? Nee, ik denk ik ben in die periode dat ik in hechtenis zat... ik vind dat steeds vervelende woorden, maar dat is nou helemaal zo... Ja. Ben ik zo bezig geweest met het terugkomen bij de club... dat ik denk dat die concentratie mij... gered heeft. Ja, voor latere schade. Ja, ik heb helemaal... een hele enkele keer als ik een hele vervelende film zie... en er gaat een gevangenisdeur gaat in de slot of zo... dan heb ik nog wel eens een hele enkele keer dat ik 's nachts wakker word... en dat ik dat vervelend vind. Maar voor de rest gelukkig niet. Maar heb jij het gevoel dat jouw eer hersteld is... In de jaren daarna? Ik heb het gevoel dat nu pas aan de hand is. Zijn alle smetten van je af nu, naar je idee? Voor mijn gevoel? Ja. 15.000 ton weegt dat ding, hoor. Ik vind hem weer veel groter dan de laatste keer. Kijk, hier kun je zien, hè, hoe die... Een mooi veldje. Ja, dat is prachtig. Er is een nieuw mat in, heb ik begrepen. Voor de eerste keer na 13 jaar. Dus dat is, zeg nou wel wat. Ja. Het hart... Dit is in ieder geval bewaking, beveiliging en sturingshart. Dus als er dan iets gebeurt wat niet helemaal goed is... dan kan dat van hieruit natuurlijk gecorrigeerd worden. Was jij hier vaak? Nee, nooit. Ik liep voor elke wedstrijd altijd een rondje door het stadion heen, altijd. En dat deed ik om voor de mensen tastbaar te zijn. Dat konden ze tegen je schelden of ze konden... Het maakt allemaal niet uit, ik vind dat je dat moet doen. En bovendien, we hadden natuurlijk in al die outlets stonden medewerkers. En die zei ik dan altijd van veel succes vanmiddag enzovoort enzovoort. De stewards, iedereen moet het gevoel hebben dat ze een onderdeel zijn van die wedstrijd die middag gespeeld wordt. Zodat als er dan gewonnen wordt, heeft iedereen het gevoel van, wacht even. Mede door mij. 10% van die laatste goal was voor mij, weet je wel. Dat, ja. Kijk, als je dat gevoel over kunt brengen, dan denk ik dat het goed is. Dat denk je heel bewust? Dat denk ik heel bewust, ja. Is het wel bij jullie gebeurd dat als je slecht presteert en jij loopt dat rondje... dat ze jou erop aanspreken? Of hebben ze altijd wel het onderscheid gemaakt tussen de trainer en jij? Want jij was wel de verpersoonlijking van Vitesse natuurlijk. Ja, maar je krijgt dan natuurlijk ook kreten van Albers. Eerst is het alles goed. Doe er wat aan. Eerst is het Karel helemaal top, weet je. En als het dan kritisch wordt, dan wordt het Albers. Gooi die trainer eruit, dat kan helemaal niet. Ja, natuurlijk krijg je dat. We hebben net eventjes gekeken, voorzichtig bij jou gepolst. Helemaal in het begin van de uitzending, hoeveel procent kans er is dat jij weer terugkomt naar Vitesse. Toen zei je, nou nee, dat is een gepasseerd station. Maar volgens mij jeuken jouw handen om aan de slag te gaan met Vitesse. Die club is een club waar je van houdt. En die club is niet meer van en voor de mensen. De club is van en voor iemand en heeft niks meer met de achterban. En dat doet me zeer. Het staat haaks op waar ik altijd voor stond. Ja, maar hoe groot is jouw liefde voor dit Vitesse?
Zodanig dat ik het afgelopen jaar niet bij een wedstrijd geweest ben. En ook het volgend jaar er niet naartoe zal gaan. Dankjewel. Graag gedaan. Karel Albers. Wat is dit een prachtige historische omgeving. Ik hoop dat deze omgeving in lengte van jaren voor de generaties die na ons komen bewaard blijft. En zo hoop ik ook dat historische club, een van de oudste van Nederland, Vitesse, opgericht in 1892, dat die ook nog heel lang voor generaties na ons bewaard blijft.